Gino Bartali is een van de grootste Italiaanse wielerhelden ooit. Geboren in 1914, een gelovig man en gezegend met bijnamen als de Zwijgzame, de Vrome, de Mystieke en de Monnik. Bartali verwierf faam met zijn 3 zegens in de Giro. Hij had veel fans en was de kampioen van de eenvoud, maar vooral ook een enorme winnaar. Op deze fiets met houten wielen won hij vele koersen. Na zijn overwinning in de Tour de France van 1938 worden de beste jaren van zijn carrière in beslag genomen door de oorlog. Maar 10 jaar na zijn eerste Tour-overwinning verschijnt Bartali in 1948 opnieuw aan de start van de Grande Boucle en wint de wedstrijd voor de tweede keer. Na 3 Giro-zegens, 50 roze truien, 2 Tour-zegens en 23 gele truien en een totaal van maar liefst 168 professionele overwinningen stopte de populaire Italiaan op 40-jarige leeftijd. Zijn carrière werd abrupt beëindigd door een ernstig auto-ongeluk. De passie en werklust van deze grote kampioen kenmerkt ook Infostrada Sports. Zijn fiets staat dan ook niet voor niets prominent bij de entree van het hoofdkantoor.